Deze nieuwsuitzending betreft een rectificatie van mijzelf. Achteraf, ja, vond ik echt dat ik er iets nog over moest zeggen. Het gaat over de uitzending waarin ik het werk van Arthur Schopenhauer bespreek. Op het einde, ja, betrek ik daar persoonlijke dingen bij en zeg ik dingen over vrouwen. Ja, dat mag natuurlijk, want ik ben ook zo emotioneel af en toe, toch? En vooral als je iemand leest als Arthur Schopenhauer. In die uitzending zeg ik wel degelijk dat de uitspraak "er is geen vrouw die deugt", dat is een existentiële uitspraak. Dat heeft te maken met logica. Dat betekent je eigen waarneming. En Arthur Schopenhauer, die had geen internet. Ik wel. Dus "er is geen vrouw die deugt", dat kan ik niet zeggen. Want hier heb je er eentje in beeld. Maar helaas is zij te jong voor mij. Dat kan ik echt niet maken. Dan ga ik te boek staan als de zoveelste Mohammed en zij is mijn Aisha. Zo. Maar deze vrouw, luister naar haar stem. Ik zou bijna zeggen, ze spreekt Nederlands. Ze kan heel mooi variëren in haar stem, van laag tot hoog. Ze heeft een hele zangerige stem. Ze is zedelijk gekleed. En ze woont helemaal alleen. En ze scheidt 7 kleuren stront. En heel erg Dasein persoon. And this is my first video log, so I'm don't know what I'm doing. I figured I'd do it sans makeup because this is going to be very raw and exposed, and I want to let you experience that and let you know that you're not alone in the struggle. Even voor als je het Engels even iets mooier. So, ja, oh, ben ik weer. Oh. Ah, ja, nou is het ogen open. Zij zei sans make-up. Dat is Frans. Zij zit hier zonder make-up. Want ze wil een ruwe boodschap overbrengen. Zichzelf niet beter voordoen dan ze is. En kijk eens hoe mooi ze is. Het is toch een prachtige vrouw. Met helemaal niks. What I'm going through right now, I guess I'll give you a little background. I'm 29 years old. I live in Chicago. I am in graduate school for clinical mental health counseling. It's been a long road. My mother is an undiagnosed borderline. So she's got borderline personality disorder. And I... Ik zal het even uitleggen wat het is. Dit is niet zo'n mooie foto van haar. Wacht even. Really. Nee, dit is ook iets te laat. Ja, struggle. Ja, zo is hij goed. Zo ziet ze eruit. Borderline personality syndrome. Een borderliner, dat is een mens die geen liefde heeft. Die de hele dag door boos is. Alles zit een borderliner tegen. Een borderline, dat is eigenlijk een beetje flauw. Maar het is gewoon geestesziekte. Maar als je een vrouw bent met borderline, met geestesziekte, sorry. Maar dan heet je een mooi borderline. En zij zei net dat haar moeder, dat was er eentje. En niemand had dat in de gaten. Nee, maar dat is leuk. Kijk, in het boek Alleen op de Wereld van Hector Marlow had je die protagonist, die hoofdpersoon, Remy. Maar iedereen wist tenminste dat het een wees was. Zij was niet alleen een wees. Nee,
Zij heeft haar hele jeugd doorgebracht in Auschwitz. Met een of andere SS-commandant. Because of that. And I have trouble not being angry. I feel... Zij heeft moeite om niet boos te zijn. Het is echt... Ik kan al bijna janken. Ja. Zij leeft nog. Zij is eerlijk. Respect voor deze mens. Oh. Very, very, very angry. I feel like I was dealt a wrong hand. And I feel guilty about that. I feel guilty for feeling sorry for myself. Because I, in a lot of ways, I feel like her. I feel like my mom. Which scares the shit out of me. So, I guess this is just a way for me to open up and help others. And maybe in the process, help myself. Dat vind ik ook een hele goeie. Dit vind ik ook wel een mooie shot van haar trouwens. Hè? Dat ze zei... Misschien help ik hier andere mensen mee. En daarmee ook mijzelf. Dit zou Christus Jezus ook gezegd kunnen hebben. Hoor. Zoiets heet het. Het staat niet in de Bijbel natuurlijk. Maar in het proces... Waarin je andere mensen heelt, heel je jezelf. Daar zoekt ze naar. En ze gaat met de mombakkers, zonder make-up, in een of andere, ja, het is best wel aardig ingericht, denk ik. Denk ook, nou oh nee, over roken en zo gaat ze het ook nog hebben. We luisteren er helemaal af. Waarom niet? Die meske, het dit allemaal doorn, helemaal... Alleen op de wereld. Not really sure what I'm doing or what I'm looking for, but I know therapy really helps and talking through everything really helps. So maybe I can help other people. I have no relationship with my mother currently. It's been... almost 3 years, actually. And that's when the healing began, I guess. I'm not really comfortable calling it healing yet because I don't feel like I'm healed. I hope that I'm healing. I'm working really hard, but it's very easy to get really, really discouraged. And that's kind of what I'm experiencing now. So I think this forced me to do this, to start this channel. So I've read a lot about borderline. Obviously, I'm in the program, so I have a little bit more knowledge maybe than the layperson, but it doesn't help. I still feel guilty. Zie je? Zag je dat? Zag je die snik? Hier is een eerlijk mens aan het woord. I still feel hollow. I feel bored. I feel... I have no sense of self. I really struggle. I mean, I really struggle. I have very black and white thinking. Good, bad, all, nothing. I'm working with a therapist. I have been for about 2.5 years, and these are things that come up constantly and continue to come up and will continue to come up, I'm assuming. It's hard. It's hard. And this isn't for advice. This is just sharing my experience. I know that I'm... Kijk, wat zij dus nu doet, zij kan heel goed vertellen hoe zij zich voelt. Waarschijnlijk wordt zij nog steeds gepest door andere mensen. En ja,
en zij kan niks terugdoen. Friedrich Nietzsche heeft geschreven, als je de chaos van binnen, dat wat in de Bijbel staat, je hart is eigenlijk het bron van alle kwaad. Je hart moet je goed opletten, dat is hoe je van binnen al die emoties, van nou, dit pik ik niet meer en dat kan niet. Friedrich Nietzsche heeft gezegd, hij die zich de chaos van binnen, dus dat wat in de Bijbel staat, zijn hart de chaos. Want je hart heeft, kan je ook hele goede dingen mee doen, trouwens. En alles wat je kan gebruiken voor het goede, kan je ook gebruiken voor het kwade. Nietzsche heeft gezegd, hij die chaos van binnen niet beseft, kan geen dansende ster worden. Ik zeg je hier, ik zeg je nu. Ik kan de datum noemen, het is 2017 en dat was ik weer 30 juni. En het is 5:30 s'avonds. En mijn oordeel op dit moment, en dat was al eerder zo, zij heeft de kans om een dansende ster te worden. Waarschijnlijk is er maar één tikje nodig. En dan poef. En doet de hele tv het weer. I'm repeating myself. But I think those issues, it seems like those issues are normal. I don't like that word because I don't think that there is such thing as normal. I think that it causes us more guilt and upset. But I hope it's possible. I hope it's possible for me to have sustained relationships, healthy relationships. It's really my goal, and I think I'm working really hard. But then sometimes I just feel like I kind of get knocked down, and I'm still attracted to harmful people. I'm attracted to the wrong people, basically. And hier moet ik even stoppen. Kijk, zij zegt hier dat ze zich aangetrokken voelt door de verkeerde mensen. Nou, ik heb dat ook. Want je wil een wrijving hebben. Echtelijke ruzies. Wrijvingen. In feite is dat niet zo heel erg. Waar zij een probleem mee heeft, denk ik. Ik zit gewoon in te vullen. Zij is een empathisch iemand die zich bewust is van haar eigen bestaan, die snapt dat ze tot over haar oren in de problemen zit en ze is naarstig op zoek naar een duurzame relatie. Wat neem je haar dat kwalijk? En dat soort mensen die dus empathisch zijn, die niet empathische mensen, die zien dat als jij bent plus en ik ben min, dus ik ga je leegzuigen. Zij mag zich afvragen in hoeverre zij ervoor verantwoordelijk is dat ze met die rare mensen omging, of dat die rare mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat ze het gore lef hadden om te gaan met zo'n mooi kindje van God. Ik laat even een stilte vallen. Ik zal het even herhalen. Waar die rare mensen het gore lef vandaan halen om te gaan met zo'n mooi kindje van God. Want dit is een wetende dame. And I don't know really what else to say about that right now, because I'm trying to figure that out still. I'm attracted to the wrong people.
And now I'm alone, so I'm single, which I think is really important, but it's terrible for me. Especially always having someone else. So this is really the first time in my life that I haven't had my mom and I haven't had a significant other. And it's a struggle. It's just me. And I'm trying to figure that out, and it doesn't feel right. There's this like empty space inside of me that it feels like I have to fill with something, but what is it? So it's been food, it's been pot, it's been alcohol, it's been mostly other people. Dat is een hele goeie. Dat vind ik niet zo'n mooie foto. Mixed with all. Dit is wel een mooie. Ze vluchten weg in voedsel, in pot. Dat is weed, dat is wiet. Wiet of hash of zo. Alcohol. En als laatste, en dat, zij spreekt echt orthodox hoor. Wat je nu hoort, dat is niet geënsceneerd, er zit geen regie bij, ze heeft het niet uitgeschreven, ze praat gewoon. En zet ook haar eigen hoofd nog een keer op tv. En als laatste, en dat is altijd het belangrijkste, other people, zei ze. Andere mensen. En tegen haar zou ik willen zeggen, ja, misschien moet ik dit hele ding wel doen in het Engels, maar dat is ook belachelijk. Maar tegen haar zou ik willen zeggen dat Jean-Paul Sartre, de Franse filosoof van de fenomenologie, nee, de existentiële fenomenologie, is opgekomen in het interbellum. De tijd tussen de twee wereldoorlogen. Jean-Paul Sartre, die zei, l'enfer. C'est les autres. The hell is other people. En ik weet heel goed waar ze het over heeft. Want als je omgaat met een niet-empathisch iemand, dat is net zoiets dat ja, je gaat één keer met een schuurpapiertje over je dij en dan denk je, wow, dat gaat wel. Maar iedere dag één keer met een schuurpapiertje over je dij. En uiteindelijk zeg je: hou op met een schuurpapiertje. En dan word je boos. En dan sla je over in woede. En dat is precies wat de duivel. Van hihihihihi. Kijken wat er van komt. En zij zegt dat ze een strijd heeft, een struggle. Dat geloof ik direct. Het is ontzettend moeilijk om je biologische moeder te vergeven. Terwijl jij weet wat ze allemaal heeft uitgevroten. Om er even een beetje olie op het vuur te gooien. Doug Stanhope, voor jullie atheïsten, jullie vinden dat vast wel leuk. Ga maar naar Doug Stanhope kijken. Die stand-up comedian uit Amerika in zijn korte broek. En die altijd dronken op het podium staat en zit te paffen. En de zaal zit en loopt te klagen van jij mag wel lopen suipen hier en lopen paffen en wij niet. En hij lacht de hele zaal uit en zegt ja, ik heb performance act. Ja, doe mij maar na, dan mag je ook roken in deze zaal. Moet je wel op het podium staan en iets te vertellen hebben. Nou, zijn fameuze die ik echt heel mooi vond. Hij is grof hoor, dit is echt niet voor christenen. Als je een christen bent, dan zou ik het niet direct gaan bekijken. Tenzij je zo'n christenwolf bent als ik en dat je erom kan lachen. Maar Doug Stanhope had een heel lang verhaal dat hij iemand ontmoet had in die kroeg. En hij was een heel gelulkoek. En ik dacht, ja, nog een biertje. Ja. En dan zei hij, did you really rape that girl? Het is de fucking waarheid waar het om gaat. En zij heeft in een situatie gezeten waarin zij wist, zoals mijn moeder zich gedraagt, dat kan helemaal niet. Nou, ze is er goed bij in leven gebleven hoor. Dus,
Ze is 29, dus daar ben je een man van, ja, een beetje strong enough to be my man. Stuur een brief en ga langs. Woont ze nog in Chicago? Dan moet je even opzoeken. All that other stuff. But I just gave up pot. And I'm single. So, I don't know. Now ja, this is like uncharted territory. Dat, ik zei al, ze is veel te jong voor mij. Maar ja, zij is gestopt met wiet. Ja. En ik rook het nog. Dus dat wordt... Ja, dat wordt dus niks. Maar het werd al niks. Ik wil haar alleen maar prijzen. Want kijk, als je dan echt een dating site wil... Nou, dit is een dating uitzending. Laat een bos bloemen bezorgen. Kijk maar wat er van komt. And it scares me. It really, really scares me. So, I don't know. I don't know where to go from here. I'm terrified that I am borderline and that I, because I think that I'm difficult and I think that I... Okay. Dat is dus niet waar. Zij is geen borderliner. Borderliners kunnen niet zo spreken zoals zij. Borderliners kunnen niet zo zichzelf manifesteren. Met de, en trouwens, die film is achter de vorige gedraaid. Of is het echt nou een shirtje wat klopt? Maar goed, laten we maar denken dat die spiegel rechts van haar hoofd vanuit de camera gezien. Die letters lijken wel achter tevoren te staan. Maar misschien is dat wel gewoon een grappig t-shirt. Zij is geen borderliner. Dit is een liefdevol persoon. Met nou, mooier haar dan ik, maar dat is niet zo vreemd. En mooiere tanden dan ik, maar dat is ook niet zo vreemd. Want toen ik zo oud was als zij, nou, had ik ook zoiets. En dan geen kunstgebit en heb ik nog steeds niet. Dit is geen borderliner, maar ze wordt er wel voor uitgemaakt. En waarom? Nou, omdat ze in opstand komt tegen dat onrecht. Stilte weer. Onrecht is een positief begrip. Lees Arthur Schopenhauer. Lees Arthur Schopenhauer er maar op na. Onrecht is een positief begrip. Geluk is een negatief begrip. En zij weet dat, maar ze heeft Arthur Schopenhauer niet gelezen. Ze kent mij niet. Ik kan haar niet geruststellen. Ik kan niet iedere dag een tosti voor haar maken. Of iets anders wat ze lekker vindt. Dan komt ze maar woest thuis. Dan maak ik wel een lichtbad. Als ik dat zou kunnen, snap je? Maar ben jij een man? Nou, hier zie je je vrouw, hoor. Daar kan je 5 kinderen uitpompen. I'm sort of just impossible to deal with. And I have these erratic mood swings. And whenever anybody gets close, it's sort of like... Okay, let's see if you can handle this when I'm like, let's see if you can handle me when I'm like this. And it shouldn't be like that, but I'm constantly triggered in close relationships. So that part makes me isolate myself because it's easier. I mean, it's easier to be alone in, I guess, some ways, but not. I'm sharing conflicting ideas, but that's what my life is. It's all conflicting. Everything is a conflict. So, yeah, I don't know, really. I don't know where to go. I don't know what to do. I don't know how to do this. I don't know how to live my life. Like, I am super conflicted about wanting kids and having kids. I've always wanted to be a mom and do a better job than my... Hoor dat? Dit is een mooie foto. Dan moet ze lachen. Zie je dat? Het hele mooie glimlach.
Ik wilde altijd een moeder zijn. Als jij een man bent die lekker in de bouw werkt en om 6 uur 's morgens ben jij de deur uit. En je komt om 4 uur, 5 uur 's middags thuis met je vuile kleren. Dan is zij de vrouw die schone kleren heeft liggen. En in de badkamer, daar zijn washandjes en een handdoek. Zij wil een moeder zijn. Maar daar is het er ook voor geboren. Kijk nou eens wat een mooie vrouw dit is. My parents did, but at this point I'm definitely not ready, and I don't see a light at the end of the tunnel. I feel like I'm trapped in the middle of the tunnel, and there is, like, it's the grave. It's not a tunnel. There's no end to it. It's just burying. I'm just digging, and I'm trying to claw myself out, and I'm not getting anywhere. I can see that when I started this process 2.5 years ago, I can see progress, but it doesn't mean much. I'm proud of myself for doing work, but I'm still in this place where I feel empty, I feel hollow, I feel worthless, I feel bored, I feel guilty, I feel unworthy, and it's horrible. Like, I hope nobody else feels that way. But for whatever reason, it's okay. Die stem ook in. I feel nobody. Margaret Thatcher, hè? Die Iron Lady van Engeland, die heeft echt stemtherapie gekregen. Deze vrouw heeft dat niet nodig, hoor. Die komt heel duidelijk over. En die praat met haar hele torso. For me to feel that way about myself. And I can't get rid of it. And I really struggle with my sense of self. A stable core. And I don't know how to fix that. And I think about it and it's daunting because I had... Daunting betekent, dat is een uitdaging. Ze voelt zich leeg van binnen en ze weet niet hoe ze dat moet repareren. En dat is een uitdaging. Ja, heel erg moeilijk, lieve kind. A very close and meshed relationship with my mother until about 26, I guess, 26 or 27. My entire life, basically. And so it makes me think, okay, I'm starting over, but I'm a 2-year-old now, or I'm an almost 3-year-old now, and I'm trying to figure out how to do all this. And when I have it figured out, I'm going to be 40 or 45. And I mean, there's still a lot to look forward to, but it's like, I don't know, kids are on my mind, so I want to have a healthy relationship, and I want to have a partner to have children with, and I think that I'm impossible, and I think that nobody can deal with me, and I think that I'm borderline also, and again, I'm just constantly triggered. I feel when I'm in relationships, I'm constantly upset, I'm mad, I can't. It's the good or bad. It's this person is all good, and then this person is all bad. It's the same person, obviously. I'm so bad at the gray area. I don't know how to get in the gray area. I definitely don't know how to stay in the gray area. Daar is wel een ding over te zeggen. Jurk Liesman heeft me daar ook opgewezen, is mijn bijbellezende vriend, dat het juist gaat om het bepalen van dat wat wel en dat wat niet
en dat je je weerhoudt van het grijze gebied. Ik was ook met Jurk Liesman aan het lopen. Het was een hele leuke zaterdag. Gingen we wandelen met zijn hond en zijn moeder, maar die wandelde niet. Die zat in een wagentje. En onderweg heeft Jurk Liesman ook gewoon even een plasje gedaan. En de natuur, ja, hij is veganist, dus ja, kom op. Geef terug, weet je, aan de natuur wat je gekregen hebt. Zijn moeder vond het ook helemaal niet erg. Ik vond het ook niet erg. Ik moet gewoon pissen in de sloot. Maar voordat we daar waren, was er een of ander Belgisch echtpaar. Hij woont in Leuven. Nou, niet in Leuven, maar daar in de buurt. Een of ander echtpaar, maar dat was zo'n man. Die zat ongelooflijk te stuntelen met zijn auto. Dat zag ik ook al. Van ja, dat is geen chauffeur. Ik zeg, kom op. En dan was ze heel traag. En dan wel doorrijden. Dus Jurk Liesman, zijn moeder, de hond van die twee. En ik, wij moesten maar stilstaan tot die sukkel dan. Zo heel langzaam. Oh, dat is heel gevaarlijk. Want we zitten, en het was gewoon niet in Leuven, ben jij gek. Het was helemaal zo'n buitendingen. Zo. Ja, af en toe lopen daar Jurk Liesman, zijn moeder, zijn hond. En heel af en toe ik erbij, lopen in de rond. En er komt helemaal geen auto aan. Maar die man was helemaal bang. En Jurk Liesman die stond erbij stil. Dat van, kijk, Perry heeft, was het 230 kilometer met de Renault Clio gereden hier naartoe voor een mooie wandeling. En we waren nog helemaal niet bij het gebied waar hij kon pissen. En hij stond te schelden. En van, Rius door, shit is af. Op zijn Vlaams dan, ik kan niet zo goed Vlaams. Dat heeft zij ook. Maar waarom niet? En blijf weg uit dat grijze gebied. Iets is oké of iets is niet. En dan hoef je natuurlijk niet gelijk heel hard te gaan schelden. Maar je kan gewoon zeggen, dit vind ik helemaal niks. Rij eens door, man. Nou, eigenlijk had ik ook gedacht op dat moment tegen Jurk Liesman. Van wat jij moet doen, je moet niet schelden tegen die mensen terwijl ze gewoon in de auto zitten met de autoruiten dicht. Nee, je moet gewoon klop klop doen. En zeggen van, meneer, kunt u even doorrijden, want we willen graag doorlopen. Hij had kunnen zeggen, ik hou die weg wel in de gaten. Nou, er kwam gewoon echt geen auto aan. Hij had gewoon de dingen ze één kunnen in de achteruit kunnen zetten. En gewoon, joop, en even een bochtje maken. Hopsakee, en dan moet je van daaruit naar het oosten. Ja. Dan weet je ook waar hij woont. Naar het oosten en dan kom je uiteindelijk bij Leuven of Eindhoven, wat je maar wil. En die woede die heb je gewoon. Ik heb die woede ook. Mijn eigen moeder heb ik ook zo mijn dingetjes mee gehatterd. Ik vind wel dat ze het echt ontzettend goed doet. Ik ben er heel dankbaar in. Ik ben niet meer boos op mijn moeder. Ben ik wel geweest. Kom er eerlijk voor uit. Mijn vader, daar ben ik boos op geweest. Oh, 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 oh. Over haar vader heeft ze het niet, trouwens. En daar heb ik dus mee recentelijk, heb ik dus een moeder gekregen voor mijn kind. Nou, dat was lachen. Directe haat. Maar goed, daar heeft ze, ik ben dus zoals zij boos is op haar moeder, zo ben ik boos op mijn moeder. In die zin, de moeder van mijn kind. Dus zij is boos op haar biologische moeder en ik ben boos op de biologische moeder van mijn kind. Mijn eigen ouders. Ah, dat maakt niet meer uit. Tijden zijn voorbij. Ik heb dat achter me kunnen laten. Maar dan krijg je nieuwe psychopaten. Hé, dat rijmde weer. En nu luisteren naar die mooie stem van deze vrouw.
And it just feels like a constant struggle. And it feels like something that I'm never going to figure out. And it feels like something that is always going to be a part of my life and that I'm always going to feel hollow unless I have someone else filling my needs. I don't really know. I think another thing that's important is I lost my train of thought. Sorry. Something was important, but I'll think of it, do another video. Right now, I feel very defeated. I just feel I had a relationship end recently, and I just, part of me feels like, okay, this is the right thing. Force yourself to be single for a while, figure this shit out, and then go on into a relationship. And then part of me feels like the only way you're going to be able to do this is if you're in a relationship. The only way you're going to be able to figure this out is with people, is with your interactions with people. And I'm isolating, and I don't want. Daar heeft ze gelijk in. Het enige waarin je bestaat, dat is je interactie met andere mensen. Er is een boeddhistische, is dat een sura? Ja, een sura. Boeddhistische uitspraken. Er valt een boom om in het bos. En geen mens heeft het gemerkt, of gezien, of gehoord, of gevonden. Die boom is omgevallen, die is helemaal uiteengevallen, die is helemaal uit elkaar verpulverd, dat is tot humus geworden. En, nou, even later komen er mensen langslopen en dan zegt iemand: hier stond een boom. En dan zeggen die anderen: hoezo? Hoezo stond hier een boom? Je hebt het toch niet gezien? Het is alleen maar aarde. Die boom is verworden tot humus. Je hebt mensen nodig om je waar te nemen. En zij is bitter alleen. En wie niet eigenlijk? People. I don't want people around. I want to be alone and it's sad. I mean, it makes me sad. The only way that I can understand it is thinking about it in terms of others. Like if someone in my family felt this way, like I'm very close with my brother and sister-in-law and nephews. If any of them felt this way, I would be heartbroken because they're wonderful and loving and supportive. But for whatever reason, the standards are different for me. I'm a piece of shit, and that's okay. And I'm always going to be a piece of shit. Which sucks. It sucks. It's so sad. I mean, it is sad. Ze deed dus net alleen de rechterlip omhoog. En nu dus de hele mond. Hè? Ze kan de lippen echt zo links, rechts, links, rechts. Ze heeft wel twee puistjes op haar kin. Maar als je daar maar niet zalfje op doet. En ze heeft een ontsteking onder haar huid bij haar rechterwang. Die je van hieruit links ziet. Dat kan je zien. Rechts heeft ze een. Ook een broeierig plekje. Maar als je daar een beetje calendula of weet het andere spul, iets homeopathisch of zo. En dan niet op het puistje zelf, maar op de omringende huid. Hè. En ze heeft haar haar geverfd. Dat is een westerse variant van de burqa. Kunnen die Arabieren die hier naar deze uitzending luisteren nog even over gaan nadenken? It's sad to hear, it's sad to say. This is a really depressing video, but I don't know. It's a start, and I hope that I can help somebody, one person. Maybe I can develop some connections. I think that it's helpful.
I've been reading these books about like surviving the borderline parent and a lot of things about BPD and specifically mothers with BPD. Okay, BPD is a borderline personality disorder. And it triggers me because it's like, okay, this is what you're going to do. This is what you deal with. This is what you're going to deal with. And it's like, I can't escape this. I'm never going to be able to escape this. And it's too much. It's overwhelming. And where do I start? Where do I end? Where am I in the process? What's the outcome going to be? No idea. Ja, kan ik er wel iets over zeggen, zonder de Bijbel erbij te halen voor jullie atheïsten. Sigmund Freud, dat is die sekspsycholoog, psychiater, die maakte een drievoudig onderscheid in jouw aanwezigheid. En wat hij zei, is dat je af moet van je superego. En je superego is dat waarvan jij denkt dat de norm is waaraan je moet voldoen. Zij heeft daar nog last van. Ze moet misschien wel tegen de hele familie zeggen, oké, jullie gaan om met mijn moeder. Ik wil of een non-disclosure agreement over alles wat er tussen jullie en mij gezegd wordt en gebeurt. Je mag niks doorgeven aan mijn moeder. Op straffen van $2000 per overtreding. Of afscheid nemen van die mensen. Je moet je relatie... een relatie, dat heel veel mensen zeggen dat een relatie dat is dat je een samenlevingscontract hebt of een huwelijk of een mondelinge afspraak of dat iedereen weet dat zij bij jou woont en je zegt er verder niks over en dan denkt iedereen, oh, die hebben een relatie. Dat is alleen maar een sociologische formele overeenkomst. Net als een huwelijk. Een relatie is dat je iemand leert kennen. En dat je iemand ook de gelegenheid geeft om jou te leren kennen. Dus je moet bij een relatie moet je veel dingen samen doen. Als je met deze vrouw wil, en als je het echt wil bedienen, ga met haar iets doen. Niet alleen oude hoeren, want dan valt ze terug in die ellende. Zij moet afscheid nemen. En dat doe je door iets nieuws te beginnen. Dus bied deze vrouw een toekomst. In die zin dat je, dan stuur je gewoon een Facebook bericht. En dan laat je een foto zien van een houten cabine. Zo'n wood cabin. Ja, dan wel een fatsoenlijke met 2 kinderkamers en een sauna. En jij timmert het hele hok in elkaar samen met haar. Want reken maar dat zij kan sjouwen hoor. Nou, kinderen maken in Canada of zo. Oregon. De Achterhoek. Ja, hier in Nederland mag je niet zomaar een houten cabine maken. Maar hier is de grond een beetje duur. Maar ergens met goedkope grond. En dan ga je samen dingen doen. Kwestie van volhouden. Een paar jaar. En dan leer je elkaar kennen. En dat is de relatie. Dat is de andere betekenis van het woord relatie. Dat is, de relatie kan de formele relatie zijn. De relatie is dus, is ook, want dat was het achterliggende. De relatie is dat je elkaar leert kennen. En dat doe je niet door de hele avond op de bank te zitten
wiet te roken, alcohol achterover te mikken. En dan als toetje, dan gaan we samen in bed liggen. Je leert elkaar kennen door iets samen te gaan doen. En te zien dat je iets maakt. Bijvoorbeeld een kind. Ja, dat is ook een manier. Hè? Niet te veel suipen trouwens. Als je een vrouw zwanger wil maken, moet je allebei een beetje terughoudend zijn. Want anders krijg je hem niet omhoog of je sperma smaakt nergens naar. Is there hope? It doesn't seem like it right now. It really doesn't. I don't know. I think that right now the only answers I have are to have a good support system. Kijk, doet ze het weer. That's it. Ja, really? Dat? I think self-care is important, but I'm really bad at it. I think that I would probably be in a lot better place if I did more self-care, but I have no sense of self. I don't know what I like to do. I don't know. I don't feel important enough to me to discover these things about me. I feel like other people are more important. Okay, till next time, I guess. Thanks for watching. Is het niet een mooie vrouw? Ik ga deze even afbreken, maar ik ga gelijk doordenderen. Ik ga die, want ze heeft ook deel 2 erop staan. Dus dit wordt een cliffhanger. Die staat hier. Hè? Die ga ik zo dadelijk becommentariëren. En jullie laten kennis maken met het begrip liefde. Dit is een vrouw om van te houden. Degene die haar links laat liggen, is de allerstomste architect, op zijn vrijmetselaars gezegd, van dit universum. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik ga heel snel naar deel 2. Want mijn bier is bijna op. Hey, op zijn hamburgers, jongens, waar we opschieten. Want de supermarkt gaat zo dicht. Op zijn hamburgers, zag ik tjus. En dag, lieverds.